Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over lasergraveren. En wel met mijn Ortur Lasermaster 15 Watt. De basis voor deze video ligt in een video die ik vanmorgen heb gekeken van iemand op YouTube die iets ontzettend moois deed. Hij ging namelijk glasplaatjes voorzien van een afbeelding, een foto, ja. Dat deed hij wel met een bijzonder goede laser. Dat is, in dit geval was dat een X-Tool D1 en dat is een 10 watt output laser. Dat haalt hij niet, ongeveer 9,2 watt haalt hij. Maar dat is wel het dubbele van mijn laser wat hij daar doet. Nu is het zo dat als we met glas gaan laseren, dat hebben we in eerdere video's wel gezien, zeker daar waar het bijvoorbeeld gaat om het graveren van glazen, is dat de methode die ik tot nu toe gebruikte, dat was een methode waarbij ik tempera-verf gebruikte, zwarte tempera-verf. Als je bijvoorbeeld een glas wilt laseren, dan heb je daarvoor een rotary tool nodig, een draaielement. En dan doe je op de buitenzijde tempera-verf aanbrengen. Dat is overigens gewoon waterverf, wat ze op de kleuterschool gebruiken. En het grote voordeel van die waterverf is dat je het restant simpel met water wegspoelt. En zo houd je dan dus een keurige clean cut over. Dus je doet dan het object met zwarte tempera-verf instrijken. Probeer dat wel zo egaal mogelijk te doen. Eigenlijk het allermooiste is om dat te doen bijvoorbeeld met een airbrush. Met tempera verf met een airbrush is toch een vrij lastig verhaal. Dus ik ga het vandaag gewoon doen met een sponskwastje. Zo'n kwastje waar een sponsje aan zit als het ware. En dan kan je dat laseren. Nou heb ik met gewoon glas, ook met plat glas wel gewerkt. En daar gebruikte ik het juist in de omgekeerde vorm. Dus je hebt aan de ene kant de mogelijkheid. Ik zal even een stukje glas erbij pakken. Zo, een stukje glas. Om die tempera-verf op deze kant aan te brengen, hem dan zo te leggen, dan te laseren. Dan doe je die tempera-verf als het ware laten inbranden op het glas. Daar komt het een beetje op neer, want er is een soort van chemische reactie die plaatsvindt tussen die tempera-verf en dat glas en die temperatuur die natuurlijk die laser met zich meebrengt. Eén dingetje is daarbij wel van belang, dat zullen we straks op terugkomen, is tot als je het in een lijstje wil zetten, dan wil je het aan deze kant zien. Dus je hebt die kant gelezen, deze kant zien. Dat geeft namelijk mooiere weergave. Dat betekent wel dat je deze moet spiegelen. Ja? Je moet het spiegelen. Dat is de ene methode. En die gaan we dan ook uitproberen. We gaan drie methodes namelijk gebruiken. De laatste methode is de methode die man in die video gebruikte. Methode 2, en die heb ik in het begin wel eens gebruikt, is ook weer hetzelfde verhaal. Tempera-verf. Op dezelfde manier aangebracht, alleen nu omgekeerd leggen en dan door het glas heen laseren op de tempera-verf. Op dat moment is het zaak dat het niet alleen gespiegeld is, maar ook in het negatief. Ik weet niet eens of we het eigenlijk moeten spiegelen op dat moment, maar dat zie ik op dat moment wel. Maar in elk geval in het negatief, ja? Want op dat moment ben je van boven naar beneden aan het laseren en dan heb je de negatief nodig. Die methode werkt ook. Ook daarvan moet ik kijken of dat met een afbeelding haalbaar is. Want mijn laser is natuurlijk veel minder sterk dan die X-Tool D1. Nou kan je natuurlijk de sterkte van die laser een stukje compenseren door bijvoorbeeld de power te verhogen en je speed te verlagen. En ook daar kom ik straks nog wel op terug verderop in de video. Het verschil tussen deze twee methodes die ik net noemde is dat ik dus van bovenaf laser door het glas heen en dan dus het zwart wat aan de onderkant zit als het ware weglezen of bewerk, zodat het zeg maar een chemische verbinding creëert met het glas aan de onderzijde, terwijl de eerste methode de tempera aan de bovenkant zit en je dus eigenlijk rechtstreeks er bovenop lasert. Waarom gebruiken we eigenlijk zoiets als tempera? Waarom gebruiken we dat? Nou, dat heeft te maken met het feit dat als je een diodelaser hebt, dat is een blauwe laser over het algemeen, die hebben over het algemeen zitten die op de golflengte NM405 tot 455. En die NM405 tot 455, dat is een golflengte die geen doorzichtige materialen herkent. Dat betekent dat als ik zeg maar glas erop leg en aan de onderkant nog iets doorzichtigs, dan gaat die dwars uit dat glas heen. Nee, niet snijden.
Hij gaat gewoon dwars door het glas heen en er gebeurt gewoon niets met het glas. Vandaar dat je zoiets doet als met die tempera-verf. Nu, de methode van die man wat ik gezien heb. Wat deze man deed, was eigenlijk datzelfde plaatje glas. Alleen nu een vijftal druppels simpelweg afwasmiddel erop. Dat met een doekje of een stukje toiletpapier uitsmeren. Laten drogen. Dan op het printbed een zwarte oppervlakte. Net zoals bij acryl dat je een grijze oppervlakte gebruikt. Een zwarte oppervlakte. Dat daar zo opleggen. Wederom in het negatief natuurlijk. En vervolgens dan laseren. Waarom die zwarte ondergrond? Dat is hetzelfde als die zwarte tempera-verf. Omdat die anders door dat doorzichtige heen gaat. En dat zwart zorgt ervoor dat er een actie plaatsvindt. Nou, was in die video gebruikte die man. Die gebruikte, dat noemen ze posterboard in Amerika. En posterboard is eigenlijk een soort van dik karton. Wat je achter een poster plakt, zeg maar. Hier wordt ook wel, het wordt ook wel eens foamboard genoemd. Maar het moet wel zwart zijn. En ik kon dat niet zo gauw vinden in de winkel. En later dacht ik van ja, eigenlijk maakt het helemaal niet uit welk materiaal het is. Het gaat om de reflectie van de laser, zeg maar. Dus het maakt niet zo heel veel uit welk materiaal het is. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een assortiment van tape gekocht. Wat je in keukenkastjes plakt. Maar dan wel pikkie zwart. Dat ga ik op een houten plaat doen. En daarop ga ik deze truc uithalen. Dat ik zeg maar dus aan de ene kant vaatwasmiddel uitsmeer, dat laat drogen en dat ga laseren. En de grote truc, als het werkt, als het lukt, dat zullen we aan het eind natuurlijk zien. En ik heb het niet getest, want dat doe ik nooit. Dus met andere woorden, je gaat datgene zien wat er werkelijk gebeurt. De grote test zit hem natuurlijk in het verhaal of je die afbeelding ook werkelijk keurig op dat glas kunt overbrengen. Kijk, ik kan er wel tekst op lezen, dat heb ik wel bewezen, met die glazen en dergelijke. Maar hoe zit het nou met een foto? Ik vond de resultaten die ik bij die man zag, vond ik zwaar overtuigend. Lastig verhaal in, want ik ben niet zo goed met foto's. Want wat wel duidelijk was, en dat heeft die man wel voorbereid natuurlijk. Hij gebruikte een foto met behoorlijk wat contrast. Ja? Dat vind ik altijd erg moeilijk om te vinden, een foto met behoorlijk wat contrast. Maar goed, we kunnen die foto ook nog bewerken in Lightburn. Dat gaan we helemaal niet doen met Imager, we gaan echt met Lightburn aan de gang. Dat procedé wil ik u gaan laten zien. Dus wat we gaan doen, we gaan op drie manieren glas laseren met afbeeldingen. Eén keer met tempera-verf aan de bovenzijde. Eén keer met tempera-verf aan de onderzijde. En één keer met vaatwasmiddel aan de onderzijde. En het maakt niet uit of u Dreft gebruikt of Pietje Puk van de Aldi. Is totaal niet belangrijk, naar mijn mening. Ja, we gaan het zien. We gaan beginnen met het schilderen van de glasplaatjes. Ik ga daar niet te veel van laten zien, want ik heb in eerdere video's daar al wat van laten zien. Maar het belangrijkste is dat het zal moeten drogen, want je kan het pas gaan laseren als het droogt. Ik ben weer zo bij je terug. Nou, het begint er natuurlijk mee dat we de glasplaatjes moeten gaan schoonmaken. Want zoals altijd moeten zaken natuurlijk schoon zijn. Als het niet schoon zou zijn, dan zou je eigenlijk over het vuil heen lezen. En dat gaat afbreuk geven aan datgene wat je maakt. Dus wat ik ga doen, ik ga de plaatjes op twee kanten schoonmaken. Met alcohol. Ik doe dat ook met handschoenen aan. Althans één handschoen aan. Om de simpele reden dat ik er dan geen vingerafdrukken meer op krijg. Ik maak de glasplaatjes schoon. Dit is de eerste. Alles een beetje netjes houden. En zo doe ik ze alle drie. Zo. Ik doe dat overigens in dit geval met alcohol, maar je kan dat ook gewoon met glassecks doen. Of wat dan ook. Het voordeel van alcohol is dat het heel snel weer oplost. En dat daardoor het ook heel snel te gebruiken is.
Nou, denk ik dat de glasplaatjes al redelijk schoon waren hoor, daar gaat het niet om. Maar laten we het maar netjes doen. Zo. Dat laat ik even drogen. En dan gaan we beginnen eerst met de twee plaatjes met de tempera verf. Dat is waar we mee gaan beginnen. Ik ga even de tempera verf erbij halen. Zo, zwarte tempera verf. De eerste twee plaatjes gaan dus met zwarte tempera verf worden bewerkt. En niet met iets anders. Hopla, klein beetje tempera verf op mijn object. Dat is niet de bedoeling. Dus wat ik doe wat tempera verf op een glas en op de andere hetzelfde. En dan gaan we met een spons kwastje gaan we dat uitwrijven over het gehele plaatje. Als je het buitenrandje net niet te pakken hebt, maak je daar niet druk over. Namelijk, de lijstjes die ik heb gebruikt, hebben een, voor het glas een buitenmaat, maar ook een binnenmaat. Want er zit namelijk een kader om dat glas heen. Dus alles wat je te zien krijgt is alleen de binnenmaat. Zo, dat is de eerste. En dan gaan we de tweede doen. Je ziet, ik heb het vrij ruim erop gedaan en ik probeer zo egaal mogelijk te werken. Tot daarbij mijn doekje wat vies wordt, is helemaal niet erg. En waarom niet? Het is heel simpel. Het is waterverf. En waterverf lost op in water. En dus liggen we niet wakker van het feit of ons doekje smerig wordt of niet. Ik probeer het wel egaal aan te brengen. Ik heb bij deze iets te veel erop gesmeerd, maar dan nog steeds probeer ik het egaal aan te brengen. Nou, en op deze manier ben ik denk ik wel redelijk tevreden. Je krijgt het niet echt veel egaler. Zo, oké. Dat is het eerste gedeelte. De tweede gaan we dus voorzien van de vaatwasser vloeistof. Ga ik even erbij halen. Zo, dan gaan we nu de laatste doen. Ik heb vaatwasmiddel gepakt. En we doen... Oh, er gaat gelijk heel veel op. Dat was niet de bedoeling. Nou, dit moet eigenlijk al voldoende zijn. Ik pak wederom een ander kwastje nu natuurlijk. Het is natuurlijk een ander kwastje, dat snap je. En ik ga simpelweg dat vaatwasmiddel uitsmeren over het tweede glasplaatje. Het derde glasplaatje, sorry. Ik ben echt heel benieuwd naar hoe dit gaat uitpakken straks. Ik ga nog wat meer vaatwasmiddel erop doen. Dat komt een beetje omdat ik eigenlijk niet goed kan zien hoe ver ik het verdeeld heb nu. Nou, als het goed is moet ik nu het hele plaatje gehad hebben. Oké. Dit moet drogen. En als dit gedroogd is, kunnen we gaan beginnen met het laserprocedé. Maar in de tussentijd gaan wij aan de gang met Lightburn. Zo, lieve mensen, dan zijn we in Lightburn aangekomen. En in Lightburn gaan we om te beginnen eerst maar eens de vorm van dat lijstje uiteenzetten. Wat we gaan doen, we gaan zeg maar de mate van het glas, dat is groter dan dat we gaan laseren, omdat er een lijstje omheen zit, een randje. Maar we gaan de mate van het glas, die gaan we ingeven als zijnde zeg maar de maat waarmee we straks het kader op de laser trekken. En die maat van dat glas, die is zoals je kunt zien 10,3 bij 15,2. Dat is de glasmaat. Dus ik ga een rechthoek trekken. Die zet ik op de oranje, op de T1-lijn. Want dan is het een tool-lijn. Dus die wordt niet gelezen. Het is alleen een hulplijn. Ik ga hem selecteren. En hij krijgt de breedte, wat had ik gezegd, 10,3. Dus dat is 103. Millimeter. En dan is de hoogte, die was even opnieuw kijken, 15,2. Moet ik even het slotje losmaken. En 15,2 is 152. Zo, dit is de maat van het glas. Die ga ik op het midden van het werkveld zetten. Dat is 200 bij 215 bij mijn Arthur. Dat is het midden van het werkveld. Zo, dit is de vorm van het glas. Het object zelf, dus de foto zometeen, die gaat een andere maat krijgen, want die gaat die binnenmaat krijgen, 9,2 bij 14,2.
foto importeren. Die weer aankomen. En dan gaan we datzelfde doen. We gaan kijken als ik hem nu op 92 zet. Nou, is het nog niet helemaal, maar het is al wel beter als dat het was. We gaan hem op deze manier gaan we dat doen. Ik kan kijken om wat er gebeurt als ik hem nu op 142 zet. Even kijken of er gebeurt dat ik dat doe. Want ik denk dat hij dan nog steeds te ver uitgetrokken wordt. Ja, dat is niet mooi, hè. Ik ga er tussenin zitten. Tot 30 of zo. Zoiets. Dat is wel te doen. Dan gaan we straks laseren. Om te beginnen. Ik ga bij alle drie de foto's toch hetzelfde doen. Met één kleine uitzondering. En dat is diegene waarbij tempera op de bovenzijde gelezen wordt. Want daar ga ik hem spiegelen zometeen. Maar wat ik ga doen is dit. Ik ga om te beginnen de waardes ingeven waarmee die gelezen gaat worden. En die man vanmorgen op die video, die gebruikte millimeters per seconde. Ik gebruik millimeters per minuut. En die gebruikte 80 millimeter per seconde. Dat is omgerekend 4800 millimeter per minuut. Maar hij heeft een 9,2 watt laser en ik maar 4 tot 4,5 watt. Dus ik moet een heel stuk langzamer. En ik heb voor mezelf besloten, ik ga het doen met 2000 mm per minuut. Hij gebruikte een power van 75%. Dat zou ik ook kunnen, maar ik ga hem op 85% zetten. Dus iets meer power, iets minder snelheid. En dan zou ik een hele eind moeten komen. Wat hij daarna gedaan had, hij had geen overscan gebruikt. Ik zet het negatieve beeld nog heel even, ja, die laat ik wel aanstaan, want hij moet negatief gaan laseren. En in een DPI-waarde van 317 en ik zet hem inderdaad op Jarvis. Ja, oké. Dat is de waarde waarmee ik alle drie de foto's ga laseren, maar daar zijn we er niet mee, want ik moet die foto gaan bewerken. Die foto die moet namelijk in het negatief gezet gaan worden. Dus ik ga de foto selecteren, rechtsklikken, Adjust Image. En nu moet hij in het negatief. Hij staat hier al in het negatief. Maar ik moet met die waardes wat gaan spelen. Zodat we echt een beetje een mooie waarde krijgen. Nou, bijvoorbeeld contrast verhogen. Brightness weer wat verlagen. Want we moeten zwarte delen hebben. We moeten witte delen hebben. Gamma verhogen. Nou, is misschien iets. Nou ja, het is op zich nog niet eens zo slecht. Contrast misschien ietsjes lager. We gaan hier simpelweg, en het is voor elke foto anders, een beetje spelen met waardes. En, en je ziet hier bijvoorbeeld dat detail eruit begint te komen. En dat willen we natuurlijk graag. We willen graag het detail eruit hebben. Dat is een hele belangrijke. Hier zien we dat we het wat zachter kunnen maken, wat harder kunnen maken. Ik geef toe, als je zo'n foto van mij zo ziet, dan ben ik wel heel erg lelijk. Toegegeven, dus dan hoef u het niet te zeggen, doe ik het zelf wel even zeggen, dat is wel handig. Zo. Okidoki. Beetje met de contrasten spelen, je ziet het. En ik heb werkelijk geen flauw benul van hoe dat het beste is hoor, dat moet je me echt geloven, dat weet ik allemaal niet. Ik denk dat ik het hier zo'n beetje mee ga doen. Zoiets, denk ik. Oké. Dit zijn de instellingen waarmee ik het ga doen. Waarmee ik het ga laseren. Ja? Ja, je ziet die foto, die ziet er een beetje raar uit nu. Maar dat is allemaal niet zo erg. Dit is waarmee het op de laser gaat. Dit zijn de methodes. En die ga ik dan ook opslaan. Opslaan als klik ik. En die noem ik tempera. Onder en vaatwas. Noem ik hem eventjes. Ja. Zo. Nu ga ik die andere gebruiken en daar ga ik hem in elk geval even spiegelen. Spiegelen doe je met die knoppen hier bovenin. Hier zitten wat spiegelknopjes. En dan gaan we die doen. Waarom? Omdat je hem van de andere kant gaat bekijken uiteindelijk. En ook deze ga ik saven. En die noem ik tempera boven.
op, lieve mensen. Ik ben niet goed in fotobewerking. Een ander zal ongetwijfeld zeggen, jongens, dit is helemaal niet goed wat je hier doet. I don't mind. Mij gaat het erom van hoe gaan we straks ook werkelijk die afbeelding zien op dat materiaal. Dat is wat voor mij echt interessant is. Dus met deze settings ga ik straks die foto's laseren. De ene gespiegeld, de andere twee niet. En daarmee gaan we kijken of we resultaat voor elkaar krijgen. Zo, we zijn bijna klaar voor de eerste test. Dat gaat deze worden, die is bijna droog. De andere schiet ook al aardig op, maar is nog niet droog. Wat ik gedaan heb, is op de laser zelf. Ik heb een houten plaat genomen en die heb ik beplakt met dat zwarte materiaal. Ik weet, het is niet helemaal perfect. Is verder ook niet zo heel erg belangrijk in dit geval. Het gaat meer om die test van of we die afbeelding erop krijgen. En ik denk dat dat met een heel klein beetje geluk wel moet gaan lukken. Tenminste, althans, de test moet gaan lukken. Of het ook werkelijk werkt, is een tweede. Ik ga dus mijn handschoenen aandoen. Ik ga het plaatje plaatsen. En dan gaan we zien dat we gaan beginnen met het laseren. En dan gaan we eerst doen de optie tempera bovenop. Pas daar wel een beetje bij op, want je gaat natuurlijk focussen in dat geval bovenop het glas. Terwijl bij de andere twee methodes juist aan de onderzijde van het glas wordt gefocust, oftewel op de top van deze plaat. Ja? Oké. Okay. De plaat ligt erop. Hij moet nog ietsjes drogen, dat zie je. Ondertussen ga ik zorgen dat ik hem ga kaderen en dat ik hem netjes recht ga leggen. Dat ga ik even off camera doen, want het is een beetje moeilijk om te plaatsen en gelijktijdig de camera in de hand te houden. Oké, de plaat is nu droog genoeg. We zien nog een klein vlekje, maar dat, voordat de laser daar komt, is dat opgedroogd. Dus ik ga de laser opstarten. En dat gaan we nu doen. Even kijken. Ja. En daar gaan we. We gaan kijken of deze foto ook werkelijk op het materiaal komt te zitten. Straks het resultaat. En natuurlijk de andere tests. Goed, als zo'n plaatje gelezen is, dit is de tweede, dit was degene met het vaatwasmiddel. Dan moet hij natuurlijk worden schoongemaakt en dat doen we in principe gewoon onder de kraan. En als dat niet met gewoon water gaat, dan doen we dat met alcohol. Dat ga ik je niet laten zien, maar dat is de manier waarop die schoongemaakt wordt. En ik ga inmiddels beginnen met de derde van de drie plaatjes. En dan ga ik je straks de resultaten laten zien. Zo, de resultaten. De eerste foto die we hier zien, en ik vind het heel bijzonder dat het gelukt is, dat was de foto waarbij de tempera-verf aan de bovenkant zat. Hij is wel gelukt, hij is zelfs goed gelukt, alleen het probleem is mijn fotobewerking. En ik heb dat dan ook bij de foto die we nu gaan zien, dat is de foto waarbij de tempera-verf aan de onderkant zit, had ik de foto ietsjes aangepast qua contrasten. En dan gaan we pas echt een heel mooi resultaat zien. Het is een beetje moeilijk te zien in het donker, maar dit is natuurlijk wel ongelooflijk fraai. Dit is dus met de tempera-verf aan de onderzijde. De laatste foto die we gaan zien is gelijk ook de lastigste. En die lijkt mislukt. Dat is de foto met dat project wat die man in die video deed. Met afwasmiddel. Toch wil ik de methode niet afschrijven. Waarom niet? Hele simpele reden voor. We zagen misschien in de video al dat mijn afwasmiddel tamelijk vloeibaar was. En op de video van die man was dat afwasmiddel was een stuk dikker. En doordat het een stuk dikker was, was het veel gemakkelijker aan te brengen op het glas. Bij de vloeibare afwasmiddel is op het moment dat je zeg maar het object wilt laseren en je legt het op die zwarte plaat en je moet het iets verschuiven, is eigenlijk de consistentie van dat afwasmiddel al naar de knoppen. En dat zorgt een beetje voor datgene wat je hier ziet. Het heeft zeker potentie, dat is heel goed te zien. Want uiteindelijk zien we de afbeelding er wel doorheen schijnen. Al met al zou ik willen zeggen dat deze video een geslaagde video is. Het is een video die geslaagd is en die zeker dus, zoals je ook ziet, foto's laat laseren op glas met een diodelaser van slechts 4,5 watt, oftewel een 15 watt Ortur Lasermaster 2. Ik hoop dat het toch enigszins leerzaam was. Het was een lastig project.
Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Dag.